polder vol staat met waterplanten en je vangt alleen nog maar kranswier op de randmeren, ja, dan kom je hier terecht. En laat ik nou net een dag treffen dat ze aan de overkant zitten te trainen voor twee grote internationale wedstrijden die in juli gehouden worden. Een of ander landenevenement en het Europees kampioenschap zoetwatervissen. Nou, ik hoop dat er nog een beetje plek is voor mijn lokvoer. Mijn bakje lokvoer is klaar en ik zou het met 5 balletjes moeten redden vanmiddag. Ik begin met een vertrouwde aascombinatie. Maar misschien probeer ik straks ook nog iets anders. Eerst even kijken of ze hierop willen azen. Ik zit precies een uur te vissen. En de bodemazers geven niet thuis. En wat eigenlijk nog veel triester is, al die wedstrijdvissers aan de overkant, die vangen vrijwel niks. Heel af en toe komt er een klein baarsje of een vorentje uit. Triest. Ik zit precies 2 uur te vissen en het is een drama. Van pure frustratie heb ik er een tweede hengeltje bij gezet. Een lekker licht holglas hengeltje. Waar ik een kikkererwt op vis aan een her. Gewoon freelining. Aan de overkant is het ook nog steeds een drama. Want het enige wat ze daar vangen is regen en wind. Het is heel slecht. Vanmiddag hou ik een viswedstrijd met mezelf. Rechts vis ik met de pen. Op 2 meter afstand. En links ga ik freelining vissen. Op de bodem. Met een waker. De rechterhengel wordt beaast met mais. Direct op de haak. En links ga ik vissen met een her en een kikkererwt. Nou, mogen de beste maar winnen. Het is 3 uur, beide hengels zijn beaast en het begint te regenen. Nou, als ik zou moeten gokken, zou ik gaan voor de mais. Maar ik zal de stand eerlijk bijhouden. 1-0 voor de penhengel met mais. 2-0 voor de mais. 3-0 voor de penhengel. 4-0 en weer een prachtige voren. 5-0 voor de mais. En toch denk ik dat het niet alleen het aas is. Op mijn linkerhengel lig ik namelijk een beetje in het vuil op de bodem. En bovendien af en toe is daar een snoek aan de gang. Dat kan ook de oorzaak zijn. 6-0 voor de mais. En weer een prachtige ruisvoren. Het laatste kwartier heb ik wel veel last van kleine vis. Dat betekent misslaan met de pen. En geen doorzettende beten op de her. En die snoek is er ook nog steeds. Nummer 7 op mais. Met de pen. Ja, dat vuil op die andere stek wordt een beetje irritant. Dus ik ga mijn hengel verplaatsen. Kijken of dat meer oplevert. Nummer 8. 3 keer raden. Ja hoor. Op mais. Heel vreemd. Ik zie niks op die kikkererwten. Ook niet op die tweede stek. Terwijl ik weken geleden juist de mooiere vissen met kikkererwten ving.
Blijft toch wonderlijk hoor, dat vissen. Ik ga eens een kikker uitproberen op mijn maaistek met de pen. Kijken wat er dan gebeurt. En weer een prachtige ruiser, maar wel op mais. Het lukte wel op de pen, met een kikkererwt, maar de beten zetten niet door. Dus ik ben toch maar weer teruggeschakeld. Ja, ik zit hier uiteindelijk wel een vis te vangen. Op die andere hengel zie ik helemaal niks meer. Ik begin het gevoel te krijgen dat die bodem hier zo zacht is, dat het lood er te diep in zakt. Ja, en dan kunnen ze mijn kikkererwten niet vinden. Ik ga door met vissen, dit was volgens mij nummer 9. Nog steeds niks op mijn kikkererwten. Ik ga eens kijken of ze een plastic maiskorrel met een mini boilie willen waarderen. Dit is waarschijnlijk de laatste op camera, want de batterij is bijna leeg. Nou, we zien wel. Voor die mini boilie verwacht ik niks meer, want ik krijg er geen piep op. Ik denk dat het toch inderdaad te maken heeft met de modderige bodem. Nou, ik film nog maar even door. Zolang de batterij niet leeg is. En het gaat maar door. Ze zijn nu echt hartstikke los op mijn penstek. Het gaat maar door. En de camera doet het ook nog steeds. Nou, het zou leuk zijn als er een zilt of zoiets tussendoor zou komen. Weer een prachtige ruisvorm. Nou, de tel ben ik al lang kwijt. En het gekke is dat ik gewoon helemaal niks zie op die andere hengel. Nog steeds niet. En de camera doet het nog, tot mijn verbazing. Dit is de laatste die ik nog film. Dan stel je voor dat de batterij helemaal leeg is en ik vang een karper. Deze moet ik echt even laten zien. Uit pure belorigheid doe ik er nog één keer een kikkererwt aan. En ja hoor, de eerste op een kikkererwt. Aan de pen. Hoe is het mogelijk? Nou, nu stop ik er echt mee, want ik heb meer dan genoeg videomateriaal. Mooie brassen, 62 centimeter. Maar ja, ik zit wel te karperen eigenlijk. Vis van 61 centimeter. Best veel sport, want dat was vals gehaakt aan de zijkant. En dan merk je pas hoe sterk ze zijn. Nou, dat was snel, want ik ben in het, nou, ik denk nog geen kwartier. Gaat lekker zo. Goed begin. Nou, naar de eerste volgde een plensbui. En hier is nummer 2. In de regen. Dat vind ik nog een beetje minder, dus ik ga hem heel snel terugzetten. Het gaat zo snel vanmiddag dat ik nog niet eens een introductie heb kunnen maken voor deze video. Hoe dan ook, ik vis vanmiddag toch weer op de lage vaart. Ja, ik kan er nooit tegen als ik slecht gevangen heb. En dan ga ik terug om te kijken of het aan het weer lag of aan mij. Nou, tot nu toe denk ik dat het niet aan mij lag de vorige keer. De eerste twee zijn al binnen. De eerste kwam eigenlijk direct, toen was het nog lekker weer. Nou, daarna een stortbui en een tweede vis. Het is nu weer even droog. Ik vis voornamelijk met de vierde hengel. Maar ik heb er wel een tweede bij gezet. Op karper, met een pop-up. En daar komt die herrie vandaan. Ik kon geen maden krijgen, dus ik heb een draadje wol aan de haak. Wat ik eerst in vloeibare bouillon heb gedoopt. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat, want na die bui is de wind weggevallen. Nou, het is een mooi spiegeltje, maar ik heb liever een spiegelkarper.
Misschien valt het mee. Dan heb ik geluk. Daar gaat hij weer. Bui nummer zoveel. Nou, ik heb twee onweersbuien overleefd. Het is net droog. En dan komt deze. 57 centimeter. Nou, goed getimed zou ik zeggen. Ik ga hem terugzetten. Het is zowaar alweer een kwartiertje droog. En dan komt er weer een op mijn mais. Wow. Precies 60 centimeter. Mooie vis. Goed zwaar ook. Iedere keer als ik op wil ruimen, dan begint het te regenen. Nou ja, gelukkig. Ik wilde zeggen dat ik gelukkig bezig gehouden word door deze jongens. 51 centimeter deze. Dus ja, ik blijf nog maar even zitten dan. Het is bijna droog en ik word nog steeds bezig gehouden. Nu weer door een brasem van 59 centimeter. Het gaat echt lekker zo. Jammer van het weer. En dat mijn karperhengel niet afgaat. Maar goed, het zij zo. Nou, het begint een klein beetje op te klaren zo te zien. Dus ik hoop dat ik zo meteen kan opruimen. Of zal ik nog even blijven, want het gaat me door. Hier een hele mooie donkere vis. 55 centimeter. Nou, ik ga hem terugzetten. Kijk eens even. Zo waar een hele opklaring. Dan moet ik snel zijn. De karperhengel is er al uit. En nu even de broly laten drogen in de zon. Dan kan ik er vandoor. Ik heb honger. Nou, dit zootje kan ook wel ingepakt worden. Ik heb er meer dan genoeg. En ik stink als een bunzing.